voor een teddybeer. En geluk, mijn naam is Baby Dutch Super en vandaag spelen wij Ik Stop Me! Ik spoon. Ik heb zoveel diertjes. Wow. Jouw oogjes lijken op konijnenkeuteltjes. Kan ik op jou rijden? 150 RS. RS. Ratelslangen? Nee, dat kan niet. Ja, dat is toch je opzet-account. Paatje! Paatje! Paatje? Paatje, ik heb dit voor jou gekocht. Waarom denk je het niet? Zeven, ik moet het aan je geven. Yes! Yes! Oh, ik wil ook een slotje. Hey! Oh, kan ik nu? Ja, paardje rijden. Dit is leuk, dit is zo leuk. Van Job mag ik nooit op dingen zitten, omdat ze dan kapot gaan. Jij gaat niet kapot, toch, paardje? Oh, wat leuk. Ik ben verveeld. Dat was een leuk paard, maar ik ben klaar. Oh, een pinguïn gemaakt van banaan. Alles wat geel is, is van banaan. Een prullenbak. Job, zet mij altijd in de prullenbak. Wie is dit allemaal voor moois? Wow, ik heb een roze scheep gelaten. Normaal zijn ze nooit roze bij mij. Wow, wat een stoere auto. Ha, iemand heeft een ijsje op mijn hoofd laten vallen. Smelt ik nu? Is zo veel. Dit ziet eruit als opa. Zonder kunstgebied. Hé, de banaan pinguïn is terug. En hij zit op mijn hoofd. Ik hoop niet dat hij moet plassen. Oh nee. Ze hebben deze hond veranderd in een sjaal. Nu blaft hij niet meer. Ik weet niet hoe ik moet typen. Eventually. Laat maar, ik weet het wel. Job heeft eigenlijk gezegd dat ik hier moest wachten, maar wat zit er achter deze deur? Oh, dat bouw ik gewoon niet bij mijn tenen. Het is zo mooi en er zijn zoveel huisjes. Oh nee! Ik had bijna een ongelukje. Gelukkig heb ik een luier. Oh, wat een schattig hondje. Hondje? Het is Elsa. En ze heeft ook een ijsje op haar hoofd laten vallen. Krijg je ook een luier? De witte met de smaak van sneeuw. De groene met de smaak van snotjes. De rode met de smaak van het clownsneus. Het is donker. Ah, dat was bijna even lekker als de Nutella die ik altijd van Job steel. Hallo, banaan de pinguïn, heb je netjes gewacht? Ik kan ook niet praten. Het is een helikopter. Job heeft gezegd dat ik niet aan zijn spullen mocht zitten. Maar hij heeft niet gezegd dat ik niet een helikopter in mag. Ik ga de helikopter in. Oeh, het is een mega schedel. Vindt die auto stom. Een staart. Ik ga graven. Misschien zit ik mijn kat wel. Dan ga ik vinden. Het is... dat is een pot. Oh, het is van een teddybeer met scherpe klauwen. Het is zo cute. Oh, een ei. Maar wat zei Job ook alweer? Baby Dutch Schumer, je geeft mijn Robux niet uit. Nee Job, dat doe ik niet. Maar wat gebeurt dan als ik hierop klik? Oepsie. Ach, nu ik het toch al heb gedaan, kan ik er een beetje van genieten. Wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? In? Wat zit erin? Ah! Dat is de teddybeer met scherpe klauwen. En hij heeft scherpe tanden. Als ik mijn groente niet meer lust, eet jij het dan voor mij op? Niet mij opeten. 1400. By now. Oepsie. Oh, ik heb muntjes. Ik heb muntjes. Ik heb muntjes. Ik ga de helikopter weer in. Baby the Schumer signing out. Hey, je mag niet over het ijsje heen rijden. Deze is aardig. Hey, voorzichtig. Hey, auw. Dat is natuurlijk waarom Job niet naar buiten liet. Er zijn gemene rode auto's. Er is een speelgoedwinkel. Wow, wat is dat? Vliegende pompoen. Lijkt wel op de juffrouw van mijn kleuterschool. Alleen kan ze niet vliegen. Maar ze is wel een pompoen. Ah, een hartje. Ja. Teddybeer, kun jij ook gekke bekken doen? Jij hebt al een gekke bek. Dit is de plek waar Job altijd bang voor is. Hij heeft de laatste in zijn bed geplaatst. Baby Dutch Schumer, dat is gewoon niet waar. Hij is een liegenbeest. Er is vast niks om bang voor te zijn. Job is gewoon een aansteller. Waarom heb jij geen hoofd? Een drumstel van schedels. Badass. Baby Dutch Schumer, let op je taalgebruik. Sorry. Job kijkt niet. Oké, laat ik er gewoon een beetje bij halen. Dit is mijn nieuwe liedje. Ik drink graag chocomel, chocomel, chocomel. Ik drink graag chocomel. En later pas ik het uit in mijn luier. Ik heb de camera verschoven. Ik heb zin om iets open te maken. Maar het is nog geen kerst. Maar waar is de kerstman? Kerstman, ik moet je wat vertellen. Misschien ga je dingen horen, zoals dat ik stiekem 's nachts naar beneden ging om Nutella te pakken die niet van mij was. Maar het is echt niet waar. Dat heeft Baby de Tjoeber gedaan. Hij is gewoon een lieve beest. Oeh, een klein cadeautje. Oeh, een groter cadeautje. Dit cadeautje, daar pas ik 10 keer in. Hij is zo groot. Ik ga hem openen. Misschien zit er wel wat cools in.
Wat is dat? Een touw? Wat kan ik nou weer met een touw? Ah, mijn teddybeer houdt van een touw. Misschien moet ik een cadeautje kopen wat iets kleiner is. Geef me iets moois! Wat is dit? Ik wil op een bedorven banaan. Oh, wat een mooie auto. Het is net een trampoline. Baby de Chewer, kom daar onmiddellijk vanaf. Sorry, baby's. Huisdieren. Maar wat is dit dan? Wow. Gratis popcorn, chocomel en 9 grote stukjes vlees. Ik drink alleen maar melk. Chocomel. Oh, ik hou van chocomel. Soms dan ga ik in een bad. Met chocomel. Ik vind het een beetje saai. Ik heb alleen maar een teddy meer. Ik wil ook zo graag andere beestjes hebben. Ik vind deze cool. Maar die heb ik niet. Wat is dit? Dit zijn alle beestjes. Ik wil een eenhoorn. Ik wil een eenhoorn. 1 ei. 2 ei. Wat zit erin? Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is een hondje. Ik noem jou chocomel. Want ik hou van chocomel. Nog 1 eitje. Ik hou altijd van de chocolade-eitjes. Maar daar zitten geen hondjes in. Hoop ik. Wow, een stier. Hij heeft horns en horns. Mijn auto is onzichtbaar. Oh nee, hoe ga ik Jok dit uitleggen? Dat heb ik niet expres gedaan. Oké, misschien een beetje. Waarom ben jij zo doorzichtig? Je bent een skelet pizza. Maar jij bent eng. Is dit een eerlijke hel? Oh, ik heb hem gekregen. Dit is zo lief. Wil jij een magische deur kopen voor 150? Baby de Chewer, je geeft geen Robux uit, toch? Nee hoor. Wow! Nu kan ik naar huis wanneer ik wil. Ik heb zelfs een zwembad. Nu ben ik gelijk schoon. Ik had namelijk een beetje in mijn broek geplast. Vind dit huis saai. Het is veel te groot mensenachtig. Een piratenschip. Piraten zijn eng. Een paddenstoel. Mario wordt daar groot van. Maar ik ben klein. Een donutwinkel. Ja, ik hou van donuts. Alles is van donuts. Ik ga de bank opeten. Oké, baby de Chewer. Dit is de druppel. Ik neem het van je over. Stomme. Oh, jij zit diep in de nesten. Zeg ze gedag. Doei. Oeh, baby de Chewer ligt in zijn bedje, waar hij hoort. Ik heb een pinguïn op mijn hoofd, ijsje, een hondsjaal. Ik wist dat ik hem geen Roblox moest laten spelen. Oké, weet je, bij heel veel likes laat ik baby de Chewer nog een video maken. Dit is een domme belofte. Hij wou mijn donutbank opeten, terwijl die zo lekker zit. Ach, weet je wat? Nu baby de Chewer de toon al heeft gezet, laat ik met hem meedoen. Hij heeft bijna al mijn Robux uitgegeven. Oh, mijn pepperoni en kruidenkaas. Ik moet Robux halen. Als baby de Chewer kan, kan ik het ook. 1610 bucks. Ik zou je willen aanraden om een like te doen en te abonneren. Want ik ga... Hé, kijk uit. Want ik... Oeps, dat was wel mijn schuld. Ik wist serieus niet dat er een deur onder deze brug zat. Ben ik de enige? Oh my gosh. Oké, hier ben ik serieus nog nooit eerder geweest. Is dat Elsa? Nixie. Oké. Kan iemand mij vertellen wat dit inhoudt? Oh my gosh. Oké, wat heb ik gedaan? Als je het eng vindt, zeg je het maar, hè. Oké, dus je hebt een full-grown pet nodig. Bij mij zijn ze allemaal newborn. Ja, het gaat niet werken. Weet jij wat het is? Laat het in de comments weten. Succes, hè, sloth. Woe, dat is beter. Dus waarom zou je moeten liken en abonneren? Omdat het cool is. Reden 1. En reden 2, omdat ik het allerduurste ei in Roblox heb gekocht. Dit is echt de derde of de vierde keer in heel mijn leven dat ik dit doe. En de inhoud geef ik weg aan iemand die heeft geliked, geabonneerd en een comment heeft achtergelaten. 3, 2, 1. Unicorn dragon, unicorn dragon, unicorn dragon. Wacht, wat? Een snow puma. Het is een rare. Nou ja, een gratis pet is een gratis pet, right? Like voor meer en adieu. Hij is wakker. Ik heb dingen te doen. Adios. Het is inmiddels een stuk later. En in al die tijd dat ik probeerde baby de Chewer te laten slapen, is de kerstman hier. En weet je wat? Ik vind dat ik het grote cadeau verdien. Wat hebben we van de kerstman gekregen? Het is een eenwieler en er staat iemand op mijn hoofd. Maar we hebben een missie gehaald. Dus nu openen we een cadeau op de eenwieler die uit een cadeau kwam. Oh. We hebben een ballon gekregen. Ik ben benieuwd wat baby Dutch Chewer van Brookhaven zou vinden. Maar eerst is het tijd voor een ei. En dat wel gelijk. Is het een legendary? Is het een zeldzame? Oh, volgens mij een Hydra? Het is een ultra rare. Oh, daar wil ik op vliegen, dude. Come on, die is daarvoor gemaakt. Oké, daar gaan we. Hij drinkt van het drankje. Of zij drinken ervan. 3 hoofden, je weet wel. Dude, dit is zo mega gaaf. En we gaan er gelijk vandoor. Zou ik met deze Hydra helemaal naar Brookhaven kunnen vliegen? Geruchten gaan dat Adopt Me en Brookhaven best wel dicht bij elkaar liggen. Dus het zou moeten kunnen, toch? We zijn hier naartoe gevlogen. Laten we het kleinste cadeautje proberen. Misschien komt er wel iets groots uit. Wat is dat? Het is speelgoed. Spam mijn naam in de comments voor de Hydra. Abonneer en adios.